Hallo, welkom bij deze nieuwe video. Gisteren was de 10 uur stream, de epische, ja, hoe noem je dat? Ja, het was een epische livestream. In ieder geval, gisteren was dus de 10 uur stream met onder andere Joaquin, oftewel Jojo, Brian, oftewel Eki en natuurlijk Jonathan, oftewel gewoon Jonathan. Het was echt super gezellig. Ik heb echt fucking erg genoten en ik hoop jullie ook. In ieder geval, dat lijkt me wel handig, weet je. Wij doen het onder andere voor jullie, dus. Maar in ieder geval, er zijn super vette dingen gebeurd. Onder andere, ja, daar, je hebt de titel gelezen. Ja, dat was het, ja. Nee, maar mensen, dit was een video. Doei! Oké, dat was een grapje. In ieder geval, we stonden op trending. En niet alleen op Twitter trending, wat jullie hier zien, want we stonden op Twitter trending. Eigenlijk bijzonders, want de andere training boeit niet zoveel. En dat was nummer 1 live van Nederland. Dus we waren de nummer 1 livestream van Nederland, wat natuurlijk ook super tof was. Maar we stonden gewoon trending op Twitter. En ja, dank jullie wel. Ondanks dat hebben we ook gewoon dik de 350 kijkers op bepaalde punten gehaald. En dat is echt heel erg awesome. Ook heeft de stream in totaal gewoon 18.000 views nu al. En gelukkig, deze stream komt wel online omdat hij onder de 12 uur was. En dat is echt fucking awesome. Want je kan hem lekker terugkijken. Zometeen aan het eind van de video kan je erop klikken. Weet je wel, bij die video's en dingen. Dat ga ik vandaag uittesten. Ja. Wat ook erg bizar was, is dat we gewoon dik 500-600 abonnees erbij hebben gekregen. Jullie zien het, ik heb de 18.000 gehaald. Godverdomme. Jullie zien het, ik heb de 18.000 gehaald. En ja, dat is heel erg sick, weet je. Dank jullie wel. Dat betekent dat ik oranje haar ga verven. Dus mijn haar gaat oranje. Ik heb het al besteld gisteren, dus ja, dat komt eraan. Hey, duurt wel lang voordat het bezorgd wordt. Het kan 10 tot 20 dagen duren voordat de oranje haarverf eindelijk binnenkomt. Fuck you, Nederlandse diensten. Of buitenlandse, geen idee. Wat ook super sick was, is dat we echt gewoon dik de 1000 likes hebben gehaald. Bijna 1300 likes. Dat we gewoon fucking een paar honderd Instagram volgers erbij hebben. De andere mensen die meededen hebben ook echt honderd volgers en van alles erbij. Abonnees erbij, echt sick. Ook wil ik een dikke shout-out doen naar alle donators. Want ja, dat was echt heel erg episch. En in speciaal even Vincent Smit. Want Vincent Smit heeft onder andere een paar keer 10 euro gedoneerd. En een keer 50 euro gedoneerd. 50 fucking euro. What the fuck? Dus Vincent, je bent een heldin. En ik noem mijn donators heldinnen. Het spijt me. Oh ja, ik ga morgen waarschijnlijk weer streamen. Weet ik niet heel zeker, maar als ik ga streamen zal het rond 3 of 4 uur zijn of zo, denk ik. Wow, dit is best wel een coole camera. Wow, dit verdient een like. Ook een van de sickste dingen van de dag was de fanart. Ik ga aan het eind van deze video alle fanarts in beeld laten komen, want dat zijn er nogal veel. Even serieus, what the fuck. Jullie gaan het nu zien, dus mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Geniet van deze fanart, want het is echt sick. En ja, mensen, kijk de stream terug, want ja, ik wil gewoon geld, zeg maar. Ja, nu, later. Later.